Bij die peren portioneren. Verder die koffiecrème schelet. Ligt koud. Gaat op. Okay. Ja, ik denk dat wij nog een handje nodig hebben. Ja, we hebben ook eigenlijk alles, maar even puntjes op de i zetten. Ja, aardappelchips hebben we dat nog. Die aardappel mag frituren, crème doordraaien. En garen van de gnocchi en de witlof. Dus ik heb om 3:30 echt over nodig. Ja, en ik wil even. Ik wil eerst maar gewoon dat die 7 klaar. Sowieso. Dat we geen gezeur hebben met het proeven. Wow. Dat maakt wij moeten ook nog een oven, met de vis. Ja, we hebben 2 ovens. Ja, wie heeft er nog een oven nodig? Ik ga nou die dingen afpakken. Ja, ik knal nog maar 5 minuten. Ik hoef maar 8 minuten. Dat is alles wat je nog moet afpakken? Ik zou eventueel die schuimers eruit weer kunnen halen. En dan in de pauze. Even in de warmtekast of zo. Ja, ik heb nu al een tik gehad, maar dan gooi ik ze zo meteen de pauze er alweer in. En zo is het door. Jullie hebben 45 graden, toch? Wij hebben hem 30 minuten. Okay. Als je dat even fixt met die schuimers. Zo goed. Is jullie even. Yes. In januari heb ik weer meegedaan met de wedstrijd op de Horecava en ben ik jong kok 125 geworden, ja. Als Nederlands kampioen van het zilveren koksmes. En hoe is je naam? Sebastian Schreuder. Dus daar moeten we rekening mee houden? Nou, uiteindelijk moet je met iedereen die hier deze opleiding doet rekening houden. Dat iedereen kan zo goed koken. Maar ik ga naar restaurant Schreuder? Misschien later wel, ja. Dat is wel de bedoeling, hopelijk. Wat voor gerecht heb je gemaakt? Ik moest een 3-gangenmenu koken met een amuse. En vanuit een black box. En ik moest met rode mul, kals, lever moest ik werken, zwezerik, ribeye en een hazelnoot coulis. En daar heb ik net het winnende dessert, ja, winnende gerecht mee gemaakt. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik ga de amuse uitleggen. Die gaan we dan proeven. Dan gaan we de entree uitleggen, de wijn uitleggen en dan proeven. En dan gaan we verder met de pies. We beginnen met de amuse. Ja. De amuse is tortilla, met vadovan kruiden erin, er zit een salade van pompoen en appel in, Granny Smith, dus een zure appel. Mayonaise van vadovan en een takje zuring. We hebben ook nog een cocktail in het kleine glaasje. Dat is op basis van ginger ale en grand marnier. Zo wordt hij geserveerd. Deze cocktail heeft Marel bedacht, eigenlijk was het haar proeven, maar zij is ziek naar huis, dus ik neem het over. Met gember en limoen. Ja, Bjarne. Entree is heekfilet. Heekfilet. In de steamer gegaard, afgebrand. Er zit een springrol bij met vervulling van ducel en wakamee. Dat is een zeewiersoort. Schuim van rijst en limoen, grapefruit, maiknol en gepofte wilde rijst boven het schuim. Met de wijn beginnen we in Duitsland. Het zuidwesten van Duitsland, Vals, Weissburgunde. Deze wijn hebben we al een keer eerder gehad, dus ik denk dat hij al wel een beetje bekend is. Veel zuren zitten erin. En nou, ik denk mooi bij de rijstschuim. En wat hadden we nog meer? Ik denk als je net een schilletje limoen extra doet, of net iets meer sap, dat het hele gerecht met die grapefruit veel meer oppakt. En dat hij veel meer tegenhanger is voor die toch wel redelijk zware springrol. Ik denk dat dat dan echt veel beter. Gaat het beter met de wijn, denk ik. Ja, de wijn met de vissen erin. Ja, dat is ook zo, ja. En de vis is ook op de smaak, ja. Voor de moet iets, iets meer knallen met een heel mooi gerecht. Ik vind de componentjes, de springrols heel lekker. Het visje hoeft voor mij niet wel op smaak, tenminste. Smakelijk. En de turen, structuren, beetje citrus, hè. De dingen zitten erin. De... Wordt het gerecht ook laten zien? Zit erin. Dat maakt hem ook heel mooi, vind ik. Ik vind het mooi gerecht. Ja. Beetje details in de smaak, en dat voor mij een prachtig gerecht. Presentatie. Kun je sleutelen, maar dan word je hier en stond, stoor ik me niet aan de presentatie. En het knapperige van de springrol vind ik ook heel lekker. Ik ben eerstejaars student, dus dit jaar nog. En dan volgend jaar verhuis ik naar Amsterdam. En dan, dat is mijn laatste jaar van de opleiding, mijn examenjaar. We zijn nu op school, Kas Spijkers Academie in Almelo. De enige opleiding voor gastronoomstudenten, voor bediening. En wij spijzen heel veel op school. We hebben elke week wijnles. En aan de hand daarvan ontwikkel je dat een beetje. Dan leer je daarmee omgaan. Op dinsdag ben ik hier op school. En de rest van de week werk ik bij de Zwarte Ruiter in Holten. En daar ontwikkel je dat vooral heel veel. We proeven dan een gerecht en we drinken de wijn. En dan spar je met elkaar. En dan denk je van misschien is het mooi als we nog een zuurtje toevoegen aan het gerecht. Omdat die dan wel in de wijn zitten. Bij de wijn kan je hem er niet uithalen, maar bij een gerecht kan je hem wel toevoegen.
Dus dat doet heel veel. Het wordt weer leuk. Gebraden, kompot van topinambour, gnocchi gefrituurd en gestoofd, witlof gestoofd, gepreste witlof. Dus dat is een beetje fris gemaakt in de vacuumeerapparaat, mm-hmm. met citroen en zout. En schorseneer glaceerd aardappelchips en rode wijn jus. Was hem. De wijn. Wijn uit Australië, Margaret River. Deze wijn heeft veel kruidigheid, een beetje die aardse tonen. Ik denk dat dat heel goed past bij die schorseneer wat erin zit. Die witlof, die rode wijnjuice, denk ik ook wel een beetje kruidig. Ik denk dat dit mooi bij elkaar past.